Hop en hop. De laatste strohalm voor Whitlock. Triple 19, dubbel 19. Dat is triple 19. En daar is dubbel 19. Whitlock gooit 100 uit en pakt het tweede leg op rij. En dat is nog. En Lewis mist weer. En als hij dit ook nog voor elkaar krijgt, Robert Thornton. Ah. Triple 19 gegooid, dubbel 12. Robert Thornton, ja, als hij dit ook nog voor elkaar krijgt. Ja, en je zag hem aankomen. Het ging heel vlotjes. Hij had er vol vertrouwen in. Dubbel 16, ja. Zo, komt hij toch. Ja, dat teruggeven, Lewis. ...116 in de vorige leg. En nu... ...108! Voor Raymond van Barne. Nou, ligt goed op koers voor 3-0 ook nog eens, Dave Chisnell. 4-16. Ja, voorlopig gaat het finishen bij Chisnell buitengewoon goed. 108 voor Newton in zijn eigen leg. En hij moet zo langzamerhand wel een keer zo'n leg op het bord gaan zetten. Via tops voor Newton. Ja hoor. Dat is voor Newton een hele prettige. Ja, misschien niet over telekinetische gaven. Die heeft Rebbe over het algemeen niet nodig. Want die gooit gewoon 112 uit. Nadat hij de vorige leg al afrekende met 100. En die... 60. Wright heeft nog een flinke kluif. Als hij er al aan toe komt. Als hij er al aan toe komt. Hij komt er niet aan toe. Van Barneveld gooit 116 uit. En dan mag. Hij heeft nog steeds het initiatief. Bullseye. En ja, 121 gaat uit. Dat is de derde. Dit is voor een punt. En dit is nog steeds voor een punt. Raymond van Barneveld. Ja, ook die weer. Dit is toch schitterend wat Van Barneveld doet. Zijn derde ton plus. De laatste twee beurten dus niet een triple. En zet hij de deur open voor Peter Wright. Die gooit triple 20. Die gooit triple 17. En die gooit de bullseye. En die maakt het af met een 161 finish. En dat betekent dat Van Barneveld, die toch zo dichtbij de overwinning was op Peter Wright. Dat zou zijn eerste nederlaag zijn geweest voor de Scots. Dat betekent dat Van Barneveld toch... voor de derde week op rij het met een punt zal moeten doen. Peter Wright, Raymond van Barneveld, 6-6.